Jesse de Breemaker, Nicky Schilders, proficiat. 8e titel in 11 jaar voor Boekenberg. Ongelooflijk eigenlijk. Ja, fantastisch hè. Om van te dromen. Hoeveel heb je er zelf al meegemaakt intussen? Ik heb 7. Ja. 7 van de 8? Ja. Is deze mooier dan al die vorige of kan je dat niet echt vergelijken? Ik denk elke overwinning is mooi. Ja. Ik denk dat je dat niet kunt vergelijken. Jij Jesse, hoeveel heb jij er meegemaakt? Allemaal, alle 8. Alle 8. De eerste dan de mooiste? Absoluut. Buiten de eerste denk ik die van vorig jaar en de deze erbij. Omdat ze op voorhand van het seizoen, iedereen was, ja, Boekenberg gaat er niet meer staan. Ze hebben te veel spelers verloren nu weer. Nick Janssens is weg. Ze blijven maar excuses zoeken om ons van die titel te halen, maar we blijven toch presteren. Ja, dat was ook te horen bij de coach, bij Luc Tossens. Dat soort van revanchegevoel om iedereen die dacht te weten hoe het zou lopen, om die lik op stuk te geven. Ja, onze coach was enorm geprikkeld. Ik bedoel, hij werd zelfs een beetje emotioneel tijdens zijn speech. En ik ken Luc al 10 jaar en ik weet als hij emotioneel wordt, dan is het menens. Nu gaat er even een koude douche volgen, Jesse. Maar dat mag wel even terug bij de positieve komen, want is er al bier gevloeid of nog niet? Nee, nog niet. We staan 5 minuten van het veld, dus zou een beetje margie zijn, zouden we nu al beginnen drinken. Champagne dan. Zeker, zoiets. Volle bak. Jesse, vandaag weer 11 korven gescoord. Ja, je zit los over de 100 korven dit seizoen in de zaal. Ongelooflijk, hè? Ja, dat blijft leuk als speler, maar het is gewoon voor mij het belangrijkste dat we als ploeg winnen, al maak ik er 0. En winnen we met 1 doelpuntje. Dat... Niemand die het gelooft. Nee, ik denk het ook niet. Maar het is gewoon, dat kan enkel alleen maar door mijn vakmaats, mijn ploegmaats, die kaart voor mij werken. En dan is dat gewoon super dat je dat vertrouwen kan belonen. Maar je ziet jou ook groeien in zo'n match. Na vanant die ballen er makkelijker en beter in vliegen, ga je echt groeien en word je nog 2 keer zo groot als je al bent? Nee, het is gewoon, ja, als je voelt dat je eerste ballen echt niet goed zitten, maar je zit wel op de mand, dan weet je van, ja, Smit gaat er wel eentje doorgaan. En vanaf dat die eerste erdoor is, ja, dan ben je vertrokken. Voelen jullie dat ook als teammaats? Jesse zit in de drive, we kunnen hem aanspelen, hij gaat scoren. Ja, ik denk dat wel. Ik denk dat wij allemaal het volste vertrouwen hebben in Jesse. Als die eerste ballen er niet in gaan, dat die volgende er wel in zitten. En dat heeft hem vandaag ook weer al gedaan. Bij jou ging ze er ook vlot in vandaag? Ja, dat viel wel mee. Kom beter. Het is veel te bescheiden. Dat is zo, hè? Toch bij veel spelers van Boekenberg, voetjes op de grond. Dit is maar één van de opdrachten. Ja, ik denk dat is ook door onze club en door onze coach aangeleerd, denk ik, over die 10 jaar. Denk, als je op het moment dat je als club en als ploeg begint te zweven, dat is het moment dat je dat is het moment dat je begint te verliezen. Dus dat is echt, dat mogen we zeker niet doen. Ook een mooi moment dat jouw zus op het einde mee het veld op mocht? Ja, super. Ik denk dat onze beide ouders wel enorm tevreden zouden zijn. Het is voor haar, ze speelt altijd in tweede ploeg bij ons. Dus voor haar, dit is een enorme bekroning, want ze stopt ook dit einde van het seizoen. Nicky, ik neem aan dat in Nederland PKC de titel zal pakken. Dus in januari de Europa Cup tegen PKC van jullie vroegere coach, Detlef Elewoud. Ja, en dan ook nog eens tegen Nick waarschijnlijk. Dus, tegen Nick Janssens. Een beetje een dubbeltje. Ja. Kijk je daar nu al naar uit of is dat nog veel te ver weg? Oh, dat is nog heel ver weg. Eerst even afwachten wie dat er gaat winnen in Nederland en dan zien we wel verder. Hoe gaan jullie vieren vanavond? Op de club gewoon echt een groot feestje van maken, samen met iedereen. Ja, de rustig eentje drinken en tegen 1:30 naar huis, denk ik. Dus dat komt wel in orde. Rustig eentje drinken, het klinkt volledig fout uit de mond van Jesse de Breemaker. Maar toch, Jesse en Nicky, proficiat, geniet ervan vanavond. Succes nog. Ja.